jij kijkt naar een nieuwe podcast. Eindelijk weer een nieuwe video, want het is weer lang geleden. Maar voordat wij weer met al onze nieuwe video's beginnen, wil ik één ding zeggen. We hebben naar jullie geluisterd, want we hebben een nieuwe plopkap besteld. En die is nog niet binnen. Dat duurt even 3-4 weken, want het moet helemaal gemaakt worden. En voor degene die deze oude, vieze plopkap wil winnen, moet je even de video afkijken. Voordat wij beginnen aan een nieuwe reeks met leuke video's, gaan we eerst een informatieve video maken. Want 2 jaar geleden werd bekend dat er een McDonald's in Katwijk zou komen. En wij hebben onderzoek gedaan of de gemeente dat tegen zou kunnen houden, of dat ze de vergunning moeten afgeven. En ik kom er niet uit met mijn verhaal. Ik doe wel een knipje. Want 2 jaar geleden werd bekend dat er een McDonald's zou komen. En wij waren toen erg benieuwd of de gemeente dat zou kunnen tegenhouden om gezondheidsredenen, et cetera. En toen heeft Patger dit gezegd. Er zijn geen maatschappelijke regels nog erbij. Nee, dat is in de praktijk is dat ingewikkeld. We zijn nu 2 jaar verder en ik ben ontzettend benieuwd of de McDonald's nou eindelijk wel mag komen. Of dat de gemeente toch een bepaald trucje uit de doos heeft gehaald. Als je echt niet weet waar het over gaat, gaan we eerst even kijken naar 2 jaar geleden. Ja, nou ja, ik ben alvast begonnen met mijn eigen toko. Hier komt misschien McDonald's, hè, voor mij. Wordt die voor jou? Tuurlijk. Is dat een goed ding voor Katwijk of een slecht ding, denk je? Slecht. Er komen veel meer dikke kinderen. Dicht. Je slipt dicht. McDonald's is niet goed, dat weet iedereen. Ja, ik heb volgens mij ergens gelezen dat een collegelid geen fan is van de McDonald's in Katwijk. Dat vind ik wel jammer, ja. Ja, als gemeente doen we ontzettend veel om kinderen te laten sporten en om gezond te zijn. Wist je dat 1 op de 7 kinderen overgewicht heeft? Denk je dat de gemeente dat tegen kan houden om bepaalde redenen? Dat zou kunnen, ja, maar het ligt eraan wat de bestemming is. Ik weet niet of horeca hier mogelijk is uit mijn hoofd. Heb je dan nog invloed daarop dan? Nou, daar zit een beetje het dilemma, want als we zo'n aanvraag krijgen, dan moeten we eigenlijk gewoon kijken, past het in de regels die we met elkaar hebben? Dat zijn vooral bouwregels. Ja, en als het daar aan voldoet, dan moeten we dat ook gewoon goedkeuren. We zijn nu bijna 2 volle jaren verder en ik heb de uitslag hier. En de McDonald's komt er niet. Sebas, waar sta je dan? Ja, geen McDonald's, hè? Nee. Daar word je toch een beetje depressief van, hè? Ja. Vind je niet? Ja. Het komt nog bovenop het feit dat je mag al niet zoveel en dan komt er ook geen McDonald's. Oh, ja. Ik heb die berichten allemaal gezien. Niet echt heel tevreden over. Nee. Als er dan eens zou komen, zou dat wel lekker zijn, want dan hoef je niet naar Leiden of waar anders zit. Je hebt er 2 in Leiden. En dat pad is een beetje vernacheld. Ik vind het wel jammer, want ik moet nu helemaal door Valkenburg en fietsen naar de Mac. En het zou wel fijn zijn, dan zou die gewoon in Katwijk zijn. Ik werk nu bij Harnas Polder, een hele andere McDonald's, ver weg hier vandaan. Is die van jou? Nou, hij is niet van mij, maar ik ben aan het leren om voor jou te worden. Zelf via een eigen filiaal te beginnen. En die komt? Die, ja, ik hoopte dat die hier kwam. Nee, die komt dus niet hier. Nee, ja, dat Wat vind gaat je dus niet door. Ja, ik ben er niet blij mee. Want ik denk dat het heel goed is voor Katwijk als je een McDonald's hebt. Waarom denk je dat het goed is? Voor de werkgelegenheid. Het levert toch 50 tot 100 arbeidsplaatsen op. Er zijn heel veel jongeren en mensen die hier aan het werk kunnen. McDonald's is ook in coronatijd open en het is een uitje voor heel veel mensen om nu naar McDonald's te gaan. Mm-hmm. Ik ken heel veel Katwijkers die even gezellig naar het transferium rijden. Begrijp jij de gemeente, de beslissing? Nou ja, ze verwijzen naar het stuk dat jongeren op gezond gewicht. Ja, klopt. Er zijn geen maatschappelijke regels nog erbij. Nee, dat is in de praktijk is dat ingewikkeld. En ik snap uiteraard wel dat gezondheid belangrijk is. En bij McDonald's kun je ook best gezond leven. Ik bedoel, ik werk al, hoe lang werk ik bij McDonald's? 21 jaar? Nou, je weet het goed te verkopen. Ik vind het goed dat de Mac er niet komt, omdat alle kinderen op de Pieter Groen hebben overgewicht. Ga sporten bij Richard Verloop en haal je diploma. Hallo. Ik zie hier ook staan dat het een veiligheidsbelang is, hè? Ja, dat is natuurlijk onzin. Want ik bedoel, het is juist goed voor de veiligheid als er een beetje toeloop is. Maar ja, ik vind het wel jammer, want het is wel leuk als je, want je hebt eigenlijk bijna nergens in Katwijk een fastfood restaurant. Het zou wel leuk zijn als het er was, maar ja, ik vind het wel jammer. Hallo. 1, 2, 3. Hé, waar is Adger? Adger, ja, die is geld aan het tellen. Geld tellen? Ja, nee, maar vorige keer zat ik met Adger, waarom zit jij hier dan? Nou ja, ik ga over vergunningen. En
Mijn collega Corien die gaat over gezondheid, dus vandaar dat ik hier ben en Corien daar. Maar wat deed Adger dan de vorige keer hier? Ja, dat weet, moet je aan Adger vragen wat hij hier deed. Het is helemaal niet verkeerd om af en toe iets lekkers te eten, maar het is voor de rest van je leven ontzettend belangrijk om gezond te leven. Ik zie je 4 punten. Ik zie horeca is als functie niet toegestaan. Nou, leg dat eens even uit. Ja, horeca, zoals de McDonald's, ja? Is niet toegestaan op dit gebied. Oké, okay. En aan de eis om 80% in de voorgevel te bouwen wordt niet voldaan. Ja. Nee, kijk, wij moeten dus zo'n vergunning... Dat... Nee, even uitleggen wat dat is. Wat? Die 80% in de voorgevel te bouwen wordt niet voldaan. Ja, dus als je iets wil bouwen, dan heb je overal in Katwijk regels. Ja? Dus aan de ene kant in Katwijk aan Zee mag je bijvoorbeeld niet hoger dan zoveel meter bouwen. Nou, hier mag je best de lucht in. Maar hier zijn bijvoorbeeld regels dat je heel veel van wat je bouwt aan de voorkant van het perceel moet bouwen. Oh, dat hebben ze niet. Reclameuitingen zijn niet toegestaan? Reclameuitingen zijn wel toegestaan, maar niet zoals McDonald's in zijn vergunning had gevraagd. Oh, die paal omhoog. Ja. Dat mag niet. En aan het minimum bebouwingspercentage van 85% wordt niet voldaan. Nou, dat is dat het, maar dat zijn de punten. Nee, dat, dat zijn een van de punten. Maar wat wij doen is kijken naar het hele beleid. We moeten alles met elkaar afwegen. Ja. En dan zeggen we, nou, kijken naar van past het hier op dit bedrijventerrein? Vinden we het wenselijk dat het zo dichtbij zit? Is het goed te ontsluiten? Een hele goede toerit hier naartoe. Waarom zou dit een hele slechte plek zijn? Dit is misschien wel de beste plek om een McDonald's te hebben in Katwijk. Ik vind het onzin dat de gemeente zich ermee bemoeit. Vooral mosterd. Want mosterd bij de mayo, niet lekker bij je kipnuggets. Dus. Waarom duurt dat zo lang? Omdat aan de eerste plaats moet degene die de vergunning vraagt, in dit geval de McDonald's, alles precies goed in hebben gevuld. Nou, dat is in de eerste situatie ook niet gebeurd. Dus toen vroegen wij, hey, we missen dit nog, we missen dat nog. Dan moeten zij hun werk weer gaan doen, dat kost weer tijd. Aha. Dan vervolgens is het zo dat al die mensen die hier in dit gebied wonen een zienswijze mogen indienen. Ja. Daar is een wettelijke termijn voor, oftewel, daar hebben we afspraken over. Hoe lang? Nou, bijvoorbeeld 6 weken of 3 maanden, dat verschilt een beetje. Ja. En dan moeten wij al die zienswijzen gaan lezen. Ja? Moeten we ook gaan beoordelen. Kloppen die zienswijzen? Gaan ze snel natuurlijk, hè? Nee, dat is best, nou, maar serieus, best ingewikkeld. Want dan moet je kijken, er is iemand die beweert het kan niet qua verkeer. Dan moeten onze verkeersmensen uit gaan zoeken of het inderdaad niet kan of dat het wel kan. Okay. Nou, er zijn andere mensen die zeggen, nou, het kan niet omdat wij hier zelf de beveiliging regelen. En dit zorgt voor veel meer, nou, enzovoort. Ja, er is geen rekening gehouden met de school. En dan heb ik het niet over gezondheid, maar fietsverkeer. Oké, dat is misschien nog wel een punt als leerlingen in hun tussenuur hierheen fietsen. Dat de veiligheid wel voorop staat. Ah, oké. Okay. Dat is wel belangrijk, dat de veiligheid van de weg hier naartoe is. Maar goed, dat is sowieso een issue. De afrit van de N206 is een beetje een onveilig punt. En toen lag je zo. Ja, denk het wel. Ja, van maar dat is een ander onderwerp. Ja, dat hebben we daar al lang genoeg over gepraat. Ja. Het is wel een beetje onnodig. Het is weer moeilijk doen van de politiek, hè. De jeugd wil wat en waarom niet? Beetje betuttend weer. Okay. Ik zal een beeld schetsen hoe mensen het misschien zien vanaf de buitenkant. Ja, hè? Het is, zij zien dat het dus afgewezen is op het bestemmingsplan, de vergunningaanvraag. Ja. Maar tussen de regels door lees je ook over gezondheid, over vuil, over verkeer wat niet veilig is. Waren al die punten die erna komen misschien een reden om te gaan zoeken naar deze 4 punten die ik net hier opnoemde? Mm-hmm. Dat misschien gezondheid veel verder voorop stond in plaats van die hele vergunning. Met andere woorden te zeggen, zou hier bijvoorbeeld een smoothie bar die exact hetzelfde soort tent wil hebben als de McDonald's, zou die er wel kunnen komen? Nee, kijk, wij moeten, dat probeer ik dus uit te leggen, wij moeten met al die verschillende dingen rekening houden. Dus niet alleen met gezondheid en met afval en met verkeer, maar ook met... Vinden we het wenselijk dat dat op deze plek komt, in die verschijningsvorm? Ja. Vinden we het wenselijk dat dat past in onze bedrijventerreinenstrategie? Want we hebben ook heel veel ruimte nodig voor bedrijven. Maar is dat een balans? Is er een balans van, hey, dit zijn al die andere punten, dit is over de bebouwing? Hey, maar wat jij vraagt is eigenlijk, welk punt weegt nou zwaarder? Ja, dat is mijn vraag. Dat is je vraag. Dat is nog hartstikke vroeg, dat is 10:15. Ja, dat is best een goede vraag. Ja, nou, dankjewel. En dan zeg ik... Ik wil de balans weten. Ja, dat snap ik. Maar, en dan zeg ik, wij willen al die verschillende dingen met elkaar afwegen en dan is het aan het college om dat af te wegen. En dan hebben wij met elkaar gezegd, nou, onder andere, gezondheid vinden we belangrijk, maar we vinden het ook belangrijk dat hier bedrijven kunnen komen en dat die horecafunctie bijvoorbeeld hier niet zo goed past. Nou, dat zijn allemaal verschillende dingen die we afwegen. En uiteindelijk hebben we gezegd, we gaan het niet doen. Nou, ik denk wel dat ze daar wat in te zeggen hebben. Alleen ik vind ook wel weer van... dat als ze hier ook een plek kunnen kopen, zo gezegd, en dan daar gewoon eentje kunnen doen, dat wel gewoon zou mogen. Want hun kunnen dat pand wel gewoon kopen en daar dan wat doen. Maar denk je niet dat het een veel diepere
laag heeft. Dat ze eigenlijk de bestemmingsplan als reden geven, maar dat eigenlijk wat anders is. Dat denk ik wel, want ik weet dat niet iedereen blij is dat hier in McDonald's komt. McDonald's is altijd wel een ding als ze zich in een gemeente vestigen. Maar toch komt er altijd wel een McDonald's, omdat het gewoon volgens de regels gewoon kan. Alleen in Katwijk is er blijkbaar een manier gevonden om het te omzeilen. Maar ik ken McDonald's, ik werk er. Ik weet zeker dat dit nog niet het laatste woord hierover gezegd is. Wat ga je dan nog meer doen voor gezondheid? Ik bedoel, alleen de McDonald's tegenhouden, daar red je het niet mee. Nee, zeker niet. Nee, we doen heel veel. Wat ik zeg, we hebben die pilot gezonde eetomgeving. Dus we gaan ook echt met deze supermarkt spreken. Ja? Van, kunnen jullie ook niet gezond, leuk, lekker eten voor de jongeren aanbieden? Ja? We doen mee met de... Sorry. Gezond eten aanbieden doen ze wel, ja. Maar dan ongezond eten eruit rammen. Zoals, wat denkt u dat de gemiddelde scholier eet? Wat kopen ze? Ja, frikandellenbroodjes. Ja! Ja, en energy drinks. Ja, ja dus daar hebben we ook het gesprek over. Hè? Is dat nou wat jullie willen? Kijk, we hebben in Katwijk echt wel een probleem als het gaat om overgewicht. Ja? 10 tot 11-jarigen, bijna 25% overgewicht. 1 op de 4 kinderen, dus we doen heel veel aan gezondheid. We doen ook mee met het landelijke... Gezellig, we staan hier op een parkeerplaats. Zit wel lekker in het zonnetje. Ja, sorry, we doen mee met het landelijke project Jongeren op gezond gewicht. Ja. We doen mee met een lokale samenwerkingsagenda, met de zorgverzekeraar, met welzijnsfactuur en met huisartsen. Want volgens mij gaat het over gedrag als je het over gezondheid hebt en over fit zijn. Dus dat moet je met elkaar doen. Dus de MEC kan ook nog op een andere plek komen. Of zeggen jullie, nee, die gezondheid, dat staat toch zo hoog in de vaandel, hier komt geen MEC. Ik vraag me af waar dat dan zou kunnen. Ik kan zo'n locatie niet bedenken. De Peking? Dat is een horeca. Daar een hartstikke mooie Chinese restaurant. We hebben al 4 Chinese restaurants. Een heel goed Chinese restaurant hoor, ja. Peking. Dus misschien komt er nog met ons. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Ja, ik ga er niet over wat betreft de gemeente. Ik bemoei me daar niet mee. Nee, hoe ziet jouw toekomst eruit? Maar mijn mening is, ik hoop dat ik hier mijn eigen restaurant mag runnen. Dus een oproep aan McDonald's Nederland. Deze toko wordt van mij. Nou, dat is duidelijk. Geen McDonald's in Katwijk, maar de McDonald's. Houd nooit op. Dus luister. Dit is een Chinees restaurant. Daar hebben we er al 3 van. Of 4 in totaal van. Kijk. Een prachtige parkeerplaats. Een horecavergunning. Een mooie weg erachter. En de Rijnmond College zit aan de andere kant van de weg. En zij mogen in de pauze toch niet van het terrein af. Dus zal dit misschien een ideale plek zijn. Laat even weten in de comments of dit bolletje hierboven. Of jij het daarmee eens bent. Betreft die commissar? Betreft dit? Ja, dat duurt te lang. Wil jij hem winnen? Wat zouden ze moeten doen eigenlijk ervoor? Bedenk jij het even. Je moet een goede reden achterlaten waarom hier echt gewoon een McDonald's moet komen. En dan win je de plop. Kan jij lekker dik worden? Laat het even weten allemaal. Doe een likeje, doe et cetera. Doei!